Gewoon vreten. Nou, ik heb wel respect voor veganisten bijvoorbeeld. Zitten helemaal aan de andere kant van het spectrum. Die zeggen, ik eet dat niet en ik eet dat niet. En ik snap dat ook. Ik snap ook dat dat een gevoel van vrijheid oplevert. Omdat bij elke keer, weet je, als je jezelf belemmert, weet je, dan voel je elke keer de vrijheid van die keuze. Van dat je dat niet eet. Veganisten die zeggen dat je alles wat je nodig hebt aan voedingsstoffen kunt halen uit een louter plantaardig dieet. En dat geloof ik ook. Beetje vitamine D bijslikken, beetje B12 bijslikken en dan lukt dat. Denk ik, dat kan volgens mij. Je kunt alles wat je nodig hebt halen uit een louter plantaardig dieet. Alles behalve troost. Ja, ik heb nog nooit iemand jankend in zijn bed met een foto van zijn ex in zijn handen zien graaien in een bak met linzen. Nee, dat is niet waarnaar je grijpt bij pijn en misère. Als een kutzooi is, hey Ronald, je auto wordt weggesleept. Wat? Oké, dan zet ik nu de mumbonen in de week. Zullen we eens kijken wie er over 16 uur gaat liggen schranzen. En er zijn ook maar twee soorten veganisten, hè. Er zijn die hele mooie, gestroomlijnde veganisten. Een beetje gespierd, met gedefinieerde spieren, ook kuiten en abs die je ziet met wie je naar bed wil. En er zijn veganisten die je herkent aan de gieren die boven hun hoofd cirkelen. Huh? Dood haar, veel te veel rimpels voor hun leeftijd, donkere kringen onder hun ogen, dat je denkt, jongen, en als zo iemand mij gaat vertellen wat ik allemaal niet moet eten, dan denk ik, hey, even een stapje terug, yoga lul. Super veel respect dat jij met je tenen je knotje kan aanraken. Hè? Maar misschien moet jij iets meer focussen om niet beginnen met ontbinden. Oké? Misschien is dat een dingetje.